Met zomerse muziek in de winterse sneeuw werden de leerlingen van basisschool De Bijlmerhorst in Zuidoost vandaag feestelijk onthaald op hun eerste schooldag na lange tijd. Juf Maud van groep 6 werd direct oversteld met vragen. Wacht even, Jair was eerst. Fijn om ze weer te zien. Heel fijn, ja. Het is fijn om een pand met kinderen te hebben als je een basisschool bent. Fysiek onderwijs, hè, gewoon kinderen in de klas, veel effectiever dan afstandsonderwijs. Dus ik denk dat heel goed is dat ze weer terug zijn. Waar veel scholen de klassen splitsen en lesgeven in ochtend- en middagshifts, kiest De Bijlmerhorst ervoor om de hele klasse gewoon 5 dagen per week in de school te hebben. Alleen groep 7 en 8 zijn gesplitst vanwege een groter risico op besmettingen. Het is wel iets spannender dan dat het hiervoor was. Omdat we weten dat natuurlijk de kans op besmetting iets groter is. Dus het is wel spannend. Maar we willen ook allemaal heel graag goed onderwijs geven. Dan maar een risico. Ben je extra voorzichtig? Ik probeer het wel te doen. Ja, ja. Hoe doe je dat? Ja. Ik ga ze uitleggen dat ze moeten proberen afstand te houden en zoveel als dat het kan. Want soms gaat het wel eens mis natuurlijk. Ja, het is lastig, hè? Ja, het is heel lastig. Het is niet natuurlijk, nee. En dan gaan ze snel aan het werk. Er is genoeg te doen. Maar ervan uitgaan dat alle kinderen nu een achterstand hebben opgelopen door de online lessen, daar wil de directeur niet aan. Ik denk dat de nuance vooral ligt in het feit dat sommige kinderen heel erg floreren bij afstandsonderwijs, maar dat sommige kinderen het ook heel erg moeilijk hebben gehad in deze tijd. En we moeten er voor allebei, hè, voor beide kinderen moeten we er zijn. En wat doet u daarvoor? Nou, dat gaan we onderzoeken. We gaan kijken wat we kunnen gaan doen en daar gaan we vandaag mee beginnen.